organisatie een nieuwe soort gasbommen? Gaan we nieuwe gasbommen krijgen? Ja, we hebben reeds 2 jaar een pilot gedraaid met wat we noemen composietflessen. Het zijn flessen vervaardigd van kunststof. We hopen dat het aanslaat bij de samenleving, zodat we die overstap kunnen maken. Maar hoe lang gaat het duren voordat we die overstap kunnen maken naar een nieuwe gasflessen? Dat ligt helemaal bij de klanten. Hoe gauw de klanten dit willen omarmen. Wij gaan het niet opleggen aan de klanten. We gaan de klanten wel de voordelen ervan uitleggen. En we hopen dat de klanten dus dan die overstap maken. En wat is er zo bijzonder dan aan deze plastic? Zijn het plastic flessen? Het is composiet. De binnenkant is eigenlijk van fiber. En de buitenkant, de housing, dat is plastic. Voordelen, het is licht. Esthetisch ziet het er veel beter uit. De wand is wat doorzichtig, dus je kan zien hoeveel vloeibaar propaan je nog in de fles hebt. Het roest niet, het is dus kostenwijs goedkoper in onderhoud. Nou, dit is eigenlijk de trend internationaal. En wij hebben dus dat ding een tijdje gevolgd. Het is niet nieuw, het is iets dat al zeker 20 jaar in het buitenland zit. Het enige is de kostprijs daarvan. Nu is de prijs een beetje dalende, waardoor het een beetje betaalbaar wordt voor de Surinaamse samenleving. Dit gedeelte grijs, blauw, grijs, dat kan worden uitgewisseld als er door jaren gebruik slijtage gaat optreden. Dan kan je dan gewoon de buitenkant verwisselen. En je eigen kleuren? Nee, wij importeren steeds dezelfde buitenkant. Zou je het paars of oranje kunnen maken? Zou kunnen, maar ik zou dat dan met de fabrikant moeten afstemmen. Ja, we hebben nog bij ons in de standaard, ja. Hoeveel kost een nieuwe gasbom? 28 lips, als ik eentje nieuw moet kopen. Het geld is 1735 SRD. En de inhoud, dat is intussen gestegen naar 240, als ik me niet vergis. Maar bij 2000. Oké, en als ik mijn 28 lips ga inruilen, hoeveel moet ik erbij betalen? Hangt ervan af, we hebben 2 formaten. We hebben een 10 kilo formaat, die kost 3310. En een 14 kilo formaat, die kost 4615. En als je dus een 28 lips zou inleveren, dan krijg je daarvoor, zo uit het hoofd, denk ik 800 SRD aan restitutie van statiegeld. En in die 2 jaren merkt u dat men het... Dat die is aangeslagen? Ja, we hebben al 3 ladingen intussen laten halen. Dus er is een geleidelijke toename in gebruik, ja. Hoe groot zijn 3 ladingen? 3 x 100? Of? Er zitten om en bij 800 flessen in een container. En we hebben al 6 containers binnengehaald. Ja. En als we nu onze oude flessen willen gaan vervangen, hoe lang zou dat gaan duren? We kijken, dus de flessen zijn nog goed, die stalen flessen zijn nog goed. We hebben een onderhoudstraat daarvoor. Dus we hebben tot op dit moment flessen van sinds 1951 nog in roulatie, als je ze goed en op tijd onderhoudt. Dus het kan toch wel behoorlijk wat tijd gaan nemen in beslag, ja, om die hele overschakeling te maken. Hiervoor hebben we een aparte regulator. Die je dus kan aansluiten op de slang die gaat naar je gasfornuis. En dit kan je dan gewoon op de hand aanschroeven. We hebben op deze beurs ook de introductie van een gasalarm. Die je kunt dus gebruiken tegen lekkages binnen zijn huis. Ik heb hier een exemplaar ervan. Dit wordt geïnstalleerd in combinatie met een afsluiter op de hoofdtoevoerleiding. Dus als er een lekkage mocht zijn binnen zijn huis en het wordt waargenomen door die sensor hiervan, gaat dit piepen en dan sluit het die hoofdtoevoer af. Krijg je dit mee als incentive als je een nieuwe... Nee, dat heeft een aparte prijs. Hoeveel kost zoiets? Het gaat in de buurt van 1000 SRD kosten. 1000 SRD voor wat meer brandveiligheid. Ja, inderdaad.